Het is alweer januari en hoewel het nog niet echt winter is geweest, verlangen we allemaal alweer naar de lente. De eerste tekenen zijn er alweer. De eerste narcissen komen de grond uit en de bus van Galerie Dolaert is weer gesignaleerd bij de schuur van Lierop en in de Wallerweg bij voormalig loonbedrijf Hoogschagen. In de grote schuren zijn de medewerkers van de galerie druk bezig met het schilderen van de enorme achtergronddoeken voor de lentetuin. Het thema is Londen en daar horen natuurlijk geen blauwe luchten en vergezichten bij. Dus gaat met verven de latex over de mooie schilderingen van vorig jaar heen. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking. Carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour. In de schuur van Lierop zijn de timmermannen ook al druk bezig. Aan de hand van plaatjes en tekeningen verrijzen er gebouwen, Tower Bridge en nog veel meer mooie decorstukken voor de lentetuin. Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something. Ook dit jaar is het ontwerp in handen van Piet en Frank Hollander. En dat houdt in dat de lat hoog ligt en er op de details wordt gelet. Children laughing at him behind his back, and the back of them will.
als we een week later terugkomen, is er al veel werk verzet. De straten van Londen staan grotendeels in de verf en er wordt nog gewerkt aan andere bouwwerken. We vroegen aan Peter Houterman wat er zoal gebouwd wordt. Nou, hier achter mij zijn ze bezig met de Tower Bridge. Grote bogen allemaal worden gemaakt. Zodanig dat de mensen er overheen kunnen lopen. Want dat is wel de bedoeling, de arrangeur wil dat. Dat is nog een hele uitdaging, want het moet wel veilig. Absoluut. Zet er maar 80 mensen op en dan ga je het uitrekenen. Dan zie je ongeveer aan 6 ton aan het gewicht. Dus het moet wel berenstevig zijn. Nou, daar wordt wel iets voor gezocht. En ik denk dat het al onderweg is. En dan gaan we dat bouwen. Ik zie hier ook allemaal mooie gebouwen zijn inmiddels verrezen. Ja, de typische Engelse huizen, zal ik maar zeggen. Wat geveltjes en barretjes en zo allemaal erin. Het Engelse straatbeeld eigenlijk. Ja, duidelijk. Er zit ook heel veel rood in. Engelse baksteen is gewoon mooi diep rood. Een mooie warme kleur. Jullie maken dit aan de hand van tekeningen en plaatjes. Maar mogen jullie nu ook zelf nog je eigen inbreng erin maken? Nou, tekeningen. We hebben foto's. Er zijn schetsen gemaakt. De grootte, de breedte, ongeveer. En dan, ja, bouw maar raak. Dus eigenlijk is het van, dit moet het ongeveer worden en improviseer maar een eind heen, zo gezegd. Ja, inderdaad. Dat is vandaar die ook wat correcties krijgen. Nou, zijn we correcties bezig met die toeren. Ja. Hey, met hoeveel mensen doen jullie dit nu? Hier zo in de schuren? Ja, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat ze schatting een 12 man zo'n beetje nu. Ja. Allemaal wel ervaren mensen? Ja, zeker wel. Er zijn nog vaklieden bij, want die meneer daar links met het petje, dat is een timmerman geweest. Nou, daar hebben we al heel veel van geleerd, hoe je constructies lichter kan bouwen. En toch sterk. Want het wordt hier nu opgebouwd, maar het moet straks naar de zappal. Hoe gebeurt dat? Demonteren. Het zijn eigenlijk grote bouwpakketjes. Ja, ja, zo bouwen wij hier. Dus dat moeten we wel weten. Ja. Hey, en jullie halen het hier straks uit elkaar. Het gaat op grote karren naar de zappal. En jullie bouwen het daar ook weer zelf in elkaar? Of zijn daar andere mensen voor? Andere mensen kunnen dat niet opbouwen, want die weten niet hoe het in elkaar steekt. Dus wij doen het allemaal zelf. Ik begrijp dus dat er niet echt detailtekeningen zijn, maar toch ziet het er allemaal hartstikke mooi uit. Hoe doen jullie dat? Nou, goed kijken op de plaatjes en dan een beetje contouren bouwen en dan een beetje diepte erin, een beetje diepgang. Dat je een 3D-effect krijgt. En de rest is allemaal aan de hand van de schilders. Die bouwen de gevels eigenlijk helemaal op. Dat is het mooie van dit. Want zonder schilder kunnen wij niet meer bouwen. Nee, dat geloof ik ook. Volgens mij worden we onder de voet gelopen door Tower Bridge. Je blijft staan, want als je omvalt, valt die boog over ons heen. Dus we staan goed. We staan goed. Hey, ik vind dit wat hoor. Hoe hoog wordt die brug? Het, hoe hoog wordt die? Zeven meter ongeveer, volgens mij. Grote overspanning moet erin komen en dan krijg je deze twee bogen. Nou, hier zie je wat detailwerk is dit. En dit zijn we dus nu aan het nabouwen. En dan ligt hier achter. Dat zijn die grote bogen. En dat gaat zo uit de losse pols. Ja. Ik vind het knap. Ja, dan hebben we deze onderste gemaakt. Kost als die bogen nog langs te zitten. Dit knooppunt moeten we nog maken. En al deze belijnen hier tussenin. Ja, dat is een uitdaging, want deze brug loopt hier recht, maar in de lentetuin loopt die van 25 centimeter hoog naar de vlakke vloer. Dus we moeten ook rekening houden met de helling. Maar we moeten deze dingen wel, al die details, moeten we recht blijven staan. Ja, anders ziet het er niet uit. Nee, inderdaad. Ja, ik zie dat hier, de brug komt toch eigenlijk midden door de hal te lopen? Midden door de hal lopen. En de bedoeling is nog dat deze spandraden doorlopen naar dat achterliggende huisje. Okay. Nou, ik zoek je straks met de bouw in de hal, zoek ik je weer op. En dan praten we nog even verder. Oké, okay, leuk. Ja, tot ziens. Plusje? Ja, dank je. Deze aflevering van de Lentetuin.
In onze volgende aflevering zijn we te gast bij de firma Van den Berg aan de Middenweg. En we gaan eens kijken hoe hun bollen klaarmaken voor de tuin.